Ja. Dat verhaal nog ooit. Ja. Zoals je zag zijn we al lekker aan het werk geweest en nu hebben we ook hard gelopen. Sandy heeft al gedoucht, ik ga nu ook douchen en daarna denk ik lekker ontbijten. Daar heb ik nu wel zin in. Zo, lekker gedoucht. Oh, kom je alweer op schoot? Oh, je hebt vieze poten. Nou is mijn broek vies. Nee, mijn dekentje is ook vies. Nou ja, dan moet hij in de was. Hè? Kijk of ik het even schoon kan vegen. Volgens mij gaat het nog wel. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Kwark met die hele lekkere muesli van My Muesli. Die had ik gekregen. Echt een beetje kerstig. Met, kijk, witte chocoladesterren zitten erin. En chocoladebolletjes. Pik je nou zomaar. Maar dat vind ik dus heel lekker. Met kwark en banaan. Wow, en... dat is lekker, hè? Lekker, hè? Wow. Die mag je ook wel, hoor. Ik was ondertussen aan het lezen. En Sven is pannenkoeken aan het bakken. Jammy, ze zijn wel lichtjes bleekjes, lieverd. Te bleek? Oh ja, maakt niet uit. Ze zijn vast even goed lekker. Maar ik kreeg net een pakketje binnen. En ik ben weer, ik neem jullie ondertussen even naar boven, want ik ga het passen. Want ik ben weer wat kledingitems aan het bestellen. Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik het heel moeilijk vind om geld uit te geven aan kleding. En mijn voornemen was om langzamerhand een soort van basic items te kopen. Die echt heel mooi zijn en waar ik echt heel blij mee ben. En die, ja... om gewoon te investeren, zeg maar, in goede kleding. En daar ben ik nu mee aan het werk gaan. En ik heb een broek besteld. En niet zomaar een broek, maar een soort van nep leren legging. Omdat ik dat super mooi vind. En ik heb er eentje besteld van Spanx. En Spanx is natuurlijk een heel bekend merk. Ook een figuurcorrigerend merk. Maar deze vond ik dus onwijs mooi. Ik had hem een keer gezien, volgens mij bij Masha of zo. En ik dacht, ik ga hem bestellen. En ik heb hem nu dus binnen en ik ga hem passen. Ja, hij zit echt perfect. En ik heb gelijk hem aan op een manier waarop ik hem bijvoorbeeld zou combineren. Het licht is hier natuurlijk weer een beetje moeilijk. Maar ik zou bijvoorbeeld er zo'n lekkere lange trui overheen doen die een beetje over je billen valt. Maar ik zou dit ook bijvoorbeeld gewoon met een colbertje of zo'n wat langer colbertje. En ik vind dit echt zo mooi. Je kan het niet echt heel goed zien. Ik zal het even zo filmen. Want ik ben dus heel blij dat ik gewoon een wat kwalitatief goede leren of nep leren legging heb. Want anders kan het zo tacky zijn, zeg maar. Zo, ja, nep plastic-achtig. En deze zit echt helemaal geweldig. Ik kan er echt alles in doen. Ik heb een maatje S, heb ik dat al gezegd. En ik had hem besteld via Little Green Bag. Dit is niet gesponsord, ik heb het gewoon zelf betaald. Normaal is hij 100 euro volgens mij en nu is hij 80 euro, was hij 80 euro. Dus vind ik heel veel geld voor een legging. Maar ik weet wel zeker dat deze echt goed blijft en dat ik hem echt met heel veel plezier ga dragen. Hey, kom maar, ik ging even de camera neerzetten zodat de mensen kunnen zien dat wij jou een stick geven. Jullie vind jij lekker, hè? Een stukje. Oh, lekker een stukje. Oh, lekker. Oh, wat lekker. Ik heb lekker zitten lezen. Sven is ondertussen aan het vissen. En ik ga nu weer even opruimen. Want ik vind het echt heerlijk om in de vakantie het huis een beetje aan kant te maken. Ik sta in de badkamer en ik ga deze kast even uitmesten. Dat heb ik niet zo lang geleden ook al gedaan. Maar het is weer een aardig rommeltje. Dit wordt nooit helemaal netjes. Maar ik ga het in ieder geval nu weer iets netter maken. Dit is dus de before. Ik ga ermee bezig, even wat dingetjes uitzoeken en dan laat ik je zo zien wat het is geworden. Zo, dit is het beste wat ik ervan kon maken, maar het is in ieder geval weer geordend. Ik had trouwens deze bak erin zitten, maar je ziet het al, er is iets gaan lekken. Dus dit is echt helemaal vet. Het is ook echt doucheolie wat is gelekt. Het zit nu ook in bad, zie ik. Dus deze die ga ik weggooien, want die is echt helemaal... Ja, misschien zou ik hem nog met heet water af kunnen spoelen of zo. Dat kan ik nog wel even proberen. Want het is wel handiger. Ik heb hier nu van die platte bakken in staan. Ik heb een bestekbak die ik in stukken heb gesneden. Maar een hoge bak is eigenlijk wel handiger. Dus ik ga hem nog proberen schoon te maken. En anders hou ik het gewoon zo. Dan ga ik nu verder met deze. Die ook, zoals je ziet, een groot rommeltje is. Zo, tadaa.
dit is het resultaat. Het is, nou ja, in ieder geval overzichtelijk. Maar heel netjes krijg ik dit echt niet. Maar ja, het is in ieder geval weer wat netter. Wij zijn burgers aan het maken voor Sven. Zo te zien, ja, twee burgers. Voor mij een vegaburger. En we doen er ook nog champignons bij. En Sven is dit aan het maken met augurk en komkommer en avocado. Er komen de champignons bij dus. En dan burger erop. En voor mij bloemkool erbij. Dat heb ik uit de diepvries gehaald. En dat zit nu in de magnetron. En voor Sven frietjes erbij. Tada! Yummy, yummy, yummy. Ik vind hang jammer, maar wij hebben hangtjes. Volgens Sven vindt Mauki hangen fijn. Ja, dus ze hangt heel rustig. Ja, maar ik denk meer dat ze gewoon nu echt geen kant meer op kan. Ja, ze kan toch krioelen van ik wil eraf. Maar ik zou er eraf zitten. Ja. Heel blij. Goedemorgen, het is... Wat voor dag is het? Dinsdag? Dinsdagochtend, denk ik. Dat is een goed teken, hè, als je de dagen kwijtraakt. Het is 10:30 en ik heb hier de hele ochtend gezeten in dit hoekje. Mauki, die ligt er nog lekker. Ik heb mijn vlog online gezet, die morgen, of niet online gezet, maar klaargezet. Die komen dan automatisch online morgenochtend. Verder heb ik een online cursus gevolgd waarvoor ik me had ingeschreven. En daar heb ik nog een paar lessen van gekeken. En ik heb daarna zitten lezen. Ik ben begonnen in Zeemans Bruid van Judith Visser. Ik ben allerlei boeken van Judith Visser aan het lezen. Omdat die, daar had ik e-books van. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. Echt een beetje een soort thriller-achtig boek. En ik ben normaal niet zo van de thrillers. Maar deze vind ik wel echt heel leuk. En nu is Sven aan het douchen. En fun fact, Sven die haat, zeg maar, bij onze douche, we hebben van die glazen wanden. En hij haat het om dat schoon te trekken, zeg maar. Want ik wil dat het me dan met een trekkertje schoon doet. Want anders dan blijf ik, hoe heet dat? Kalkaanslag verwijderen. Maar Sven vindt dat dus echt vreselijk om te doen. Ik doe even de licht hier uit, want dat is niet meer echt nodig. Dus ik ga eigenlijk altijd na Sven douchen, zodat hij niet hoeft te trekken. En ik hoor hem al uit de douche stappen. Dus ik ga jullie ophangen en dan ga ik lekker douchen. Zo, ik heb lekker gedoucht. Dit is mijn outfit. Heel chill. Deze broek is al heel oud van Bershka. En deze is van Chiquel. En ik heb een ontbijtje gemaakt. Weer kwark met banaan en die muesli die ik gisteren ook had. Och, zo lekker. Hij is niet de meest gezonde, ook niet de meest ongezonde, maar wel echt heel erg lekker. En zoals jullie weten, combineer ik heel graag gezond met genieten. En dat is wat dit zeker is. Ben jij zo lekker aan het chillen bij Maasje? Ben je zo lekker aan het chillen? Ja, dat zijn weer besties. Ja, hebben jullie het bijgelegd? Ja. Als je dit kijkt, dan is het 1 januari. 1 januari 2021. Ik heb heel veel zin in het nieuwe jaar. Ik weet ook dat dit voor heel veel mensen het moment is om goede voornemens te hebben. Heel veel mensen die hebben zoiets van, ja, goede voornemens op 1 januari. Dat is echt onzin. Je moet het op een ander moment doen. Het is zo cliché. Ik ben het niet per se mee eens dat het onzin is. Ik vind als jij dingen wil veranderen in je leven, dan kun je dat op elk moment doen. En als 1 januari goed voelt voor jou, moet je dat echt gewoon lekker doen. Ik merk zelf ook, voor mij zijn de kerstperiode is toch wel een tijd dat je het wat rustiger hebt, qua werk tenminste ik. En dat geeft je ook tijd om na te denken. Dus ik heb ook zoiets van, ja, weet je, ik wil in het nieuwe jaar ook veranderingen teweeg brengen. Aan mezelf en aan mijn bedrijf en daarover later meer trouwens. Maar wat ik je wel op het hart wil drukken, en dat is echt waarom ik dit werk doe. Als je nu besluit van ik ga gezonder leven, ga je dan alsjeblieft niet alleen maar focussen op afvallen. Want geloof me, je wordt niet gelukkiger als je lichter weegt. Wat je wel kunt doen is focussen op goed voor jezelf zorgen. Je fitter voelen, lekker sporten, lekker bewegen, omdat het goed is voor je lichaam. Dat wil ik echt met je meegeven. Ga daar alsjeblieft op focussen en niet op dat lichaamsgewicht, want dat maakt echt niks uit. En ik begrijp dat het soms niet zo voelt, maar geloof me, dat is echt de manier waarop het je gaat lukken. En als je alleen maar focust op die kilo's, gaat het je echt niet lukken.
Ik heb besloten, zo het lijkt wel donker. Het is niet donker hoor, maar ik sta hier bij het licht. Dus het lijkt het donker. Maar het is gewoon 10 voor 1. Maar ik heb besloten dat ik ga puzzelen. Dus ik heb mijn puzzelmat neergelegd. Een theetje erbij gepakt. En ik ga lekker puzzelen. Ik laat jullie het even zo zien. Ik ga deze maken. Piccadilly Circus heet die. Deze heb ik al een keer gedaan. Die vond ik heel leuk om te doen. En nu is deze aan de beurt. En deze puzzels heb ik een keer bij de kringloop gekocht voor 50 cent. Echt een tip. Dan heb je hele leuke puzzels voor niet zoveel geld. En het is natuurlijk ook nog eens een duurzamere keuze dan constant alleen maar nieuwe dingen te kopen. Ah jongens, ik ben net geïnterviewd door Barry Paff van 100% NL. En het wordt gewoon straks uitgezonden. Echt zo leuk. Ik merkte wel, ik was helemaal overdonderd door zijn energie. Want de laatste tijd ben ik natuurlijk wel met Radio 1, zeg maar, ben ik daar op de radio geweest. Maar dat is natuurlijk een heel ander publiek. Dus ook een hele andere radiozender. Dus dat was altijd heel rustig, zeg maar, en heel uitleggend, hoe noem je dat? Ik zit nog bordevol met adrenaline, merk ik. Maar dit was echt gewoon knallend en ja, ook heel leuk om te doen. Hij heeft me dus geïnterviewd. En nu ga ik weer verder met puzzelen. Hoe stom is dat? Ja, het wordt straks uitgezonden om 2 uur of zo. Ik ben eerst bezig met de rand van mijn puzzel. Maar ik kom er nog niet helemaal uit. Dat is altijd zo lastig als het helemaal blauw is. Dus dan moet het echt perfect passen. En dan twijfel je soms van, past het nou of past het nou net niet? Maar goed, dat zijn mijn struggles op dit moment. Maar ik kom zo op de radio. Jee, zo leuk. Wat is er? Ik ging filmen wat jij had gedaan. Dat vind ik super lief. Oh, had je hem ook gefilmd? Nee. Oh, er is ook al een smiley overheen. Maar ik had een bol.com cadeaukaart voor de postbezorger. Dat is helemaal uit het veld geslagen. Oh, oké. Okay, dankjewel. Oei, superleuk. Maar ik heb pakketjes. Twee van de pakketjes waren cadeautjes. Daar ben ik super blij mee. Want die is voor mijn vader en die is voor mijn moeder. Want ik wilde hun wat heel moois geven een keer. En ik heb voor beide een armband gekocht. Maar daar had ik al... Ik wilde wel weten wat ze ervan vonden. Dus ik had ze laten zien van... Joh, hey, dit zijn de mogelijkheden. Jullie mogen uitkiezen welke jullie het allermooist vinden. Toen hebben ze allebei een armband uitgekozen. Dus ze komen hier als het goed is met oud en nieuw. Dus dan ga ik ze lekker de armband geven. En ik denk dat dit... Een broek is die ik heb besteld. Waarvan ik niet zo goed weet of je gaat passen. Want ik heb een S besteld. Normaal pas ik die. Maar er stond bij let op bestellen maat kleiner. Maar ze hadden geen M. Of een maat groter zeg maar. Maar ze hadden geen M meer. Dus ik hoop dat die past. Ja, de broek past. Hij zit wel strak. Maar dat vind ik juist wel mooi. Ik heb hier altijd wel een issue mee. Want ik heb best wel brede bovenbenen. Maar ik moet het gewoon dragen van mezelf. Want ik vind het wel heel leuk. En het accentueert nu dus wel echt mijn bovenbenen. Maar ik vind, zeker als ik hakken draag, dat het prima is. Ik moet er maar aan wennen. Dit is mijn figuur zoals ik ben. En ik vind het ook echt wel mooi hoor. Maar het accentueert nu extra of zo. En daar moet ik aan wennen. Maar nee, ik vind het mooi. Ik ben er heel blij mee. Er zit ook zo'n klein glansje in. Love it. Oké, nu is het echt tijd voor mijn havermout. Want die staat hier ondertussen af te koelen. Ik heb hier zin in. Ik heb er ook weer een lekkere lepel pindakaas in gedaan. Heerlijk. Ik ben aan het schoonmaken geweest en de mister heeft gekookt. Oh, je hebt nog niet voor mij opgeschept. Ja, dat weet ik, snap ik. Dat snap ik. Hij heeft... pasta gemaakt. Hoe noem je deze? Fusilli zeker. Oh, farfalle. Farfalle heeft hij gemaakt. Met een sausje met kip en prei en champignons erin. Goedemorgen. Het is woensdagochtend 9:15 en ik zit hier al eventjes te editen. Lekker op de bank. Natuurlijk met deze poes op schoot. Ik heb echt letterlijk zo zitten editen zodat zij op schoot kon blijven liggen. Ze ligt ook echt over mijn snoer heen van mijn laptop. Oh, ik ben hier zo slecht in om zo te filmen. Maar goed, ik ben nu klaar voor vandaag vind ik. En ik ga Sven zo eventjes...
wat melk brengen en een sinaasappel brengen. Die belde gewoon net. Die ligt nog op bed boven. En hij belde, heb je lekker geslapen? Dus ik ga hem even wat brengen. We hebben gisteren trouwens nog even bij de buren gezeten. Was heel gezellig. Shit, ik was te laat met mijn camera. Sven die was knakworst aan het maken. En we gingen kijken hoe lang het duurde voordat Maukie erheen ging. Maar dat duurde letterlijk korter dan dat ik mijn camera kon pakken. Maar goed, ik heb dus gesport. Het is inmiddels alweer een stuk later. En ik ben nu weer aan het puzzelen. Het schiet al op, moet ik zeggen. Ik had vandaag een workout waarbij, en dat vond ik echt heel fijn, degene die de workout deed, daar zag je dat die het ook zwaar had. En die moest ook af en toe stoppen. En dat frustreerde me laatst zo onwijs aan een eerdere workout. Ik ben daar zelf ook heel erg van. Weet je, als ik het zwaar heb, dan laat ik dat gewoon merken in een workout. En sommige workouts die zijn duidelijk geknipt opgenomen. Dus dan doet degene die dat doet, dan staat er zo'n meisje. Ha, oh, mijn oorbel valt ondertussen uit. Maar en die staat heel vrolijk dat te doen. En duidelijk neemt ze rust tussendoor wat ze niet filmt. Maar dat frustreert mij enorm. Want dan denk ik, ja hallo, ik voel mezelf toch wel een klein beetje fit. En dan ga ik letterlijk helemaal dood. En zij staat daar, hahaha, ik heb er echt totaal geen moeite mee. Dus vandaag had ik een betere workout. Als ik nog kan terugvinden welke ik heb gedaan, dan plaats ik hem wel even hieronder. Maar ik... ja, ik weet niet hoe, eerlijk gezegd, hoe ik hem nu nog moet vinden. Dus dat ga ik doen als het me lukt. Verder ga ik lekker puzzelen. En het is ook wel tijd om te lunchen. We hebben laat ontbeten, maar ik heb best wel wat trek. Je hebt een broodje voor mij meegenomen, denk ik. Ja, een klein stokbrood. Broodje. Een stokbrood. Ik ga een stukje stokbrood nemen. Daar heb ik heel veel zin in. Yom, 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 yom. Wij zijn een stukje gaan wandelen. En ik wil jullie de hele tijd nog vertellen wat voor beslissing ik heb genomen rondom mijn bedrijf. En dat is voor mij best wel een belangrijke beslissing. Zoals jullie weten heb ik namelijk al jaren cliënten via de huisarts. En ik merk gewoon dat daar niet altijd mijn passie ligt. Omdat heel veel cliënten eigenlijk bij me zitten omdat ze moeten van de huisarts. En dat snap ik heel erg, maar... ja, het is gewoon niet waar echt mijn passie ligt. En nu door mijn online cursus heb ik gemerkt dat ik daar zoveel meer plezier uit haal. Ondertussen wordt hier bijna mijn vrouw aangereden. Maar ik haal er gewoon zoveel plezier uit om mensen te begeleiden die echt gemotiveerd zijn. En daarmee bedoel ik niet dat ze altijd successen behalen, maar dat ze gewoon trainbaar zijn. Dat ze echt openstaan voor training, voor coaching. Dus ik wil meer... gaan coachen in plaats van echt, zeg maar, ja, een aparte consulten te gaan geven. Dus ja, dat is een beetje mijn plan. Ik ga dus volledig focussen op mijn online cursus, omdat ik daar gewoon onwijs in geloof. En ietsje minder in losse consulten. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om een traject te doen met mensen. Dus mijn cursus wil ik alleen nog maar beter maken, al is hij al steengoed vind ik, maar ik heb allemaal ideeën om nog te gaan toevoegen, dus dat zal ik zeker in de toekomst doen. Hier even Marloes die aan het editen is. Ik wilde hier nog even toevoegen dat als je nu de cursus aanschaft, dan krijg je dat natuurlijk allemaal mee, want je houdt voor altijd toegang tot de informatie. Dus als ik iets nieuws toevoeg, dan zet ik dat altijd eventjes in de Facebookgroep. Ik laat mensen weten dat er iets nieuws is toegevoegd en dan kun je dat ook zien. Dus als je je nu aanmeldt, dan zie je echt alles. Ook wat ik in de toekomst ga veranderen of ga toevoegen, zeg maar. En dan gaat het dus een beetje het anders eruit zien. Ik heb mijn huisarts ook al echt gemaild van joh, je hoeft niet meer naar mij door te verwijzen. Dus ik heb echt de knoop ook al een beetje doorgehakt. Wat vind jij er eigenlijk van? Superleuk. Ja, vind je het leuk? Ja, zeker. Geef je groot gelijk. Ja? Ja. Ik merk gewoon hoeveel energie en plezier je haalt uit... in die gesprekken met die mensen van die cursus. Ja. En hoe vermoeiend het soms is als je mensen alleen maar van jou een oplossing willen, maar er zelf niks voor doen. Dus ja. Ja.
ja, ik heb er ook echt heel veel zin in. Dus ja, de cursus is voor mij nog specialer. Al kon het bijna niet nog specialer, maar hij is nog specialer geworden. Dus als je nog mee wil doen, er zijn nog een paar plekjes. Dus je kunt je nog inschrijven. Ik zet de cursuspagina hieronder. En binnenkort zal ik dus ook ja, trajecten gaan doen met mensen die dat willen. En als het zover is, dan laat ik jullie natuurlijk het zeker weten. Jongens, hier rijdt gewoon nog zo'n bus. Die gewoon met boodschappen erin. Dat kan overleven, dat is toch echt bizar. Wil je ook boodschappen doen bij de boodschappenbus? Ja. Ik heb echt als een soort van kluizenaar ben ik de hele avond bezig geweest. Met deze. En hij is klaar. Er missen alleen twee stukjes. Hier mist een stukje. En daar mist een stukje. Ik weet niet of ik die ben kwijtgeraakt. Of dat ze al kwijt waren. Misschien dat ik ze nog tegenkom. Als ik de puzzel weer ga inpakken. Maar hij is af. Ik ben nog misschien het langste bezig geweest met dat luchtgedeelte. Want dat is echt allemaal dezelfde kleur blauw. Dus dat is echt allemaal passen en meten om op de gok doen. Het is nu 11 uur. Voor ons is dat echt niet normaal laat. Je zult misschien denken van mensen, stel je niet zo aan. Maar wij gaan echt altijd nou, rond 10 uur of zo naar bed. Maar vandaag dus niet. Verder ga ik wel deze vlog afsluiten. Want het is woensdag. En dan morgen komt de laatste Vlogmas vlog. Dan is het afgelopen. Dus komende zondag zie je nog één Vlogmas vlog. Ondanks dat het dan voor jou al lang geen kerst of oud en nieuw meer is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik maak hem eventjes af. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Voor nu, ik ga lekker slapen. Ik hoop dat je deze vlog weer leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. Ik link je dus hieronder naar mijn cursus. Je kan altijd eventjes kijken of het misschien wat voor je is. Wat ik al eerder heb gezegd, als het goed voelt, doe lekker mee, zou ik zeggen. Als je twijfelt, doe het dan niet. Maar als je het voelt kriebelen, dan zou ik zeker zeggen, doe mee. Want ik heb er onwijs veel zin in. Je hebt echt geen idee. Ik heb zoveel zin om aan een nieuwe groep weer aan de slag te gaan. Wil jij nog wat zeggen? Zijn mond vol gedouwd met krakotjes. Goed, wij gaan slapen. Doei doei.